Beste vage kennissen, of zeg ik liever, cher connaisseur vage. Bonjour. We zijn hier in Frankrijk. En wie Frankrijk zegt, zegt bergen. En wie bergen zegt, zegt fietsen in de bergen. En wie fietsen in de bergen zegt, zegt wielrennen. En wie wielrennen zegt, zegt Tour de France. Wie Tour de France zegt, die zegt race. Ah ja, en wie race zegt, die zegt natuurlijk de Franse presidentsverkiezingen. Ah. Maar wat ik vooral kort te maken, de opdracht is fietsen in de bergen. Hopelijk volgen jullie mijn uitleg nog, want als er één ding is dat ik niet tegen ken, dan is het mensen die halverwege afhaken. Elk van jullie representeert een presidentskandidaat. En wie eerst is, die wint de verkiezingen. Oké, ik stel voor dat ik Macron ben, want dat is een job met veel verantwoordelijkheid en ik kan supergoed om met druk en stress. Ja, maar ik val net zoals Macron vrouwen die op mijn mama lijken, dus ik ben beter Macron. Ja, daar heeft hij eens een punt, ja. Zo, waarom zit hij Martine Le Pen? Oh, ja, die zegt vreemdeling buiten en ik zit niet raar binnen, dus ja, dat, ja. Ja, ik stap uit de race, want mijn kuiten, ik bedoel, de kiezer gaat niet mee, mijn vrouw. Ah, hier, de elektrische fiets. Ik ga die pikken voor mijn bejaard vrouwtje. Eien speelt vals en de helft is opgegeven. Opdracht mislukt. Deze toevallige passant is de nieuwe president van Frankrijk. Proficiat. Ja, dank u. Graag gedaan, maar het was niet moeilijk, want enkel de vrouwen en Philippe hebben de finish gehaald. Proficiat, dames. Ja, de vrouwen krijgen dat lief van u. Kom, vermoeide vrouwtjes. Stap maar in de busje van Gilles. Jaloers op mijn succes bij de vrouwtjes. Dat zeert je niet, kapitein Ringbaard. Ja. Gilles geeft vrouwen een voorkeursbehandeling. Dus ja, dan zijn wij ook maar vrouw geworden. Ah, voilà, wij zijn vrouw geworden. Ja, het werkt, want ik heb plots het gevoel dat ik veel minder verdien voor hetzelfde werk. Hola pola, meer vrouwtjes, dat kan ik alleen maar toejuichen. Philippe, jij blijft als enige je mannetje staan, zie ik. Goed, het blijft natuurlijk een spel en het is weer tijd voor de eliminatie. Een spannend moment. Behalve natuurlijk voor jou, Philippe, want jij bent het molletje. Gilles, dat is geheim. Ja, ik had het verboden. Philippe, je moet het spel vroegtijdig verlaten. Ik heb het spel gesaboteerd. Dus ik ben eigenlijk ook een molletje. Nu moeten wij allebei het spel verlaten. Ik zal wel rijden met deze BMW. Oké. Wat jammer dat ik het spel moet verlaten. Ik was echt de mayonaise van de groep. Ja, en ik was de ketchup van de groep. Dan waren we samen met de cocktailsaus van de groep. F 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